Zoals we op de voetspiegel hebben gezien, hebben we te maken met een spreidvoet. Dus door de invloed van de druk van die middenvoetsbeentjes gaan de tenen wat gespreid staan tijdens het lopen. En wordt de voorvoet dus een stuk breder. Er hangt hier een hele bal. Daarom zit ook hier veel eelt. In het midden veel eelt. En aan deze kant heel veel eelt. Daaronder zitten waarschijnlijk nog likdorens, wat voor veel pijn zorgt. En er kan ook nog een zenuwbeklemming ontstaan. De gewone diamantvrees, de grote peervrees. Ga ik eerst even het eelt van de teentop wat zachter maken. Zodat het straks mooi met het mesje weg kan snijden. Moet ik niet aan de voeten trekken. En niet te veel kracht te zetten tijdens het snijden, want de voet is gevoelig. Met mesje 15 snij ik het eelt dan weg. Je houdt de teen goed vast, je duim iets lager dan het mesje. Ik ga nu de eelt aan de zijkant met een slijpkapje alvast zacht maken. En het bovenlaagje weghalen, zodat dat ook straks makkelijk kan met een mesje. Ik gebruik een groen slijpkapje. Die zijn speciaal voor de nattechniek. Mesje 10 gebruik ik nu voor het wegsnijden, goed de huid fixeren. Je ziet dus dat hier een kloofje zit. Dus dit stukje snijden we even met het kloofje mee. Kijk. Want als je dat vanaf de andere kant doet, dan trek je het kloofje open. Zo, en dan zie je dat je dus zo'n kloofje nagenoeg helemaal weg kan snijden. Hier zat hij. De laatste eeltrestjes verwijder je. En dan is zo'n kloofje eigenlijk helemaal weg. Dus straks met het vreesje nog weer even afwerken, is zo'n kloofje eigenlijk helemaal verdwenen. Hier bovenaan zit ook nog een kloofje. Voor dit middelste plekje, eeltplek waar waarschijnlijk een likdoren onder zit, neem ik een spitse slijpkap. Dat is makkelijk, want als je dan het eelt eraf haalt, kan je met die spitse kant kan je nog ietsje in de diepte alvast. Dus heb je alvast een stukje van het likdoren weg, wat op het eelt, waar het eelt op drukt. Nu zie je dat je al een klein beetje zo die uitholling hebt. En dat kan je dus mooi met die spitse slijpkap doen. Dat je echt dat midden al goed weg kan slijpen. Nu ga ik dan met mesje 10 weer verder. Dus die ga ik even met mesje 15 weghalen.
Nog een hard stukje onder. Dan pak ik hem in de pengreep. Dan kan je goed het sneetje aan de bovenkant maken. En eromheen snijden. Je maakt hem eromheen los. En dan kan je hem er mooi uit scheppen. Het voorkopvreesje ga ik hem afwerken. Daarmee haal je de laatste harde restjes eruit. Met een klein hard restje wat er dan nog zit. Kan je dan mooi met het bolkopje verwijderen. Zonder dat het pijn doet en zonder dat je een wondje maakt. Je kan ook met het bolkopvreesje nog heel goed zo'n hard stukje aanvoelen. Dus je kan hem eigenlijk met het bolkopje gewoon zoeken. Je voelt het vanzelf, dat je een beetje weerstand voelt. Hier is hij nu mooi zacht. En hier is het nu ook mooi zacht. Dan heb ik nog een fijn diamant bolvreesje. En dan kan je mooi, zeg maar, afwerken de omgeving wat je met het andere bolkopje hebt gedaan. Want het andere bolkopje is scherp. Dus dat laat soms nog een beetje kleine stukjes, harde stukjes achter. En met dit diamant bolletje kan je het mooi in zijn geheel glad maken. Hier in het teentopje, onder dat eelt wat we net weggehaald hebben, zie ik toch ook nog een klein likdoorntje zitten hier in het midden. Soms komt zo'n klein likdoorntje onder het eelt vandaan en die halen we dan ook eigenlijk gelijk weg. En die werk ik ook weer af met de bolkopje. De omgeving rondom het likdoorntje wat je net weghaalt. Ik heb het eerst dus eventjes met het slijpkapje met de spitse vorm even wat zachter gemaakt en het grootste gedeelte al weggehaald, want anders is het te hard voor met het mesje te doen en dat voelt voor degene in de stoel ook niet lekker, moet je zo hard aan die huid trekken. Dus nu is het wat zachter. En je ziet dat het binnenkant door die spitse punt al aardig weggehaald is. Dus nu ga ik die randen met mesje 10 weghalen. En dan zit er onder het eelt eigenlijk ook weer een likdoorn. Dat maakt de plekken natuurlijk ook het pijnlijkst. Kijk, de zijkant zat dus een hele eeltknobbel op. Door de druk die erop staat zie je ook wat adertjes. Hè? Maar de hele knobbel is nu weg. En straks doen we er nog een verzachting op. Dan gaan we weer verder met de hielen. Hier zie je rondom het eelt en de kloven erin. Dat doe ik eerst weer met een slijpkapje en dan met mesje 10.